Dit is wat de reep populair heeft gemaakt. Mensen die filmen hoe ze het ding in tweeën breken. Het begon allemaal met een influencer uit Dubai. Vandaar de naam Dubai Reep. De reep wordt heel veel verkocht. Hier in groep 8 van de Dalton School De Meer weten ze nog niet helemaal wat ze ervan vinden. Ja, ik proef heel veel chocolaat. Het doet me een beetje denken aan baklava. Lekker. Niet mijn smaak. Lekker of niet, veel winkels zijn hem gaan maken. En op sommige plekken raken ze razendsnel uitverkocht. Hiske Versprillen weet alles van eten en schrijft er veel over. Zij denkt wel te weten waarom sommige snacks opeens zo'n grote hype worden. Het feit dat mensen iets heel graag willen hebben en daar bijvoorbeeld voor in de rij gaan staan, is op zich niet echt iets heel nieuws. Dat bestaat eigenlijk al heel erg lang. Ik denk dat je echt in de middeleeuwen al bakkers had die dan iets heel lekkers maakten die mensen dan wilden hebben en waarvoor ze in de rij gingen staan. Maar je ziet heel erg dat met de opkomst van sociale media en vooral sociale media als TikTok, dat het ineens veel sneller gaat en veel vaker gebeurt. Dat er ineens iets heel erg populair wordt. Als één iemand het post, dan willen andere mensen het ook proberen en dan wordt het ineens helemaal viraal. Ik snap het wel, omdat het ziet er ook wel lekker uit. Ja, iedereen wil het wel proberen. Iedereen is heel snel beïnvloed door andere mensen en zo. Voor de Dubai-reep waren er ook al andere snacks die opeens heel populair werden. Croissant met tompoesvulling erin. Kapsalon. Oh ja, bubble tea. Ja, dat. Maar niet alles blijft altijd even gewild. Soms gaat een hype vanzelf weer over. Ik denk dat wil een hype zeg maar gewoon een normaal product worden, wat mensen ook blijven kopen, dan moet het gewoon echt iets heel lekkers zijn. En het gebeurt natuurlijk gewoon af en toe dat iemand iets uitvindt wat super lekker is en wat mensen ook willen blijven eten. Niet alleen maar één keer omdat een influencer het gedaan heeft, maar gewoon door de week of op je verjaardag. En het helpt ook als de snacks niet te duur zijn. De Dubai-reep is niet echt goedkoop, maar daar hebben ze in deze groep 8 nog een tip voor. Ik zou het wel zelf proberen te maken. Al is dat wel even oefenen. Ik had nog zelf ook nog proberen te maken, maar het was gewoon mislukt. Het was verbrand. Die vulling van mij was verbrand. En gewoon niet meedoen aan de hype, dat kan natuurlijk ook. Als je het zelf heel graag wilt, dan mag je het doen. Maar als je het niet wilt, hoeft het niet per se. Maar ik zou het zelf niet kopen, want ik vind het een beetje verspilling van je eigen geld.